welkom bij ons vlogboek. Vandaag gaan we het hebben over de twee romans, literaire romans. Met allebei een gemiddeld leesniveau. Ja, en verder hebben ze niet zoveel met elkaar te maken. Maar we hopen dat jullie het leuk vinden. Met zijn prettige lengte is het wellicht een van de meest gelezen werken voor de boekenlijst. De aanslag van Harry Mulisch. Een van de grote drie van de Nederlandse literatuur. Mulisch groeide op in de Tweede Wereldoorlog. Doordat Mulisch de zoon was van een collaborateur en een Joodse vrouw, leefde hij in een merkwaardige positie. Deze omstandigheden leverden stof op voor een groot deel van zijn werk. Het maakte hem duidelijk hoe ingewikkeld begrippen als goed, kwaad en schuld liggen. Deze onderwerpen zijn belangrijke motieven in veel van zijn werken. Een bekende uitspraak van Mulisch was: "Ik heb de oorlog niet zozeer meegemaakt, ik ben de Tweede Wereldoorlog." Het boek De Aanslag beschrijft het leven van hoofdpersoon Anton Steenwijk van zijn 12e tot zijn 50e levensjaar. In de hongerwinter wordt er in zijn straat een NSB'er neergeschoten. Zijn buren leggen het lichaam voor hun huis neer, waarna de Duitsers als represaille zijn huis in brand steken en hem meenemen naar een politiebureau. Later blijken zijn ouders en broer tijdens deze actie te zijn omgebracht. In eerste instantie lijkt deze gebeurtenis weinig impact te hebben op Anton, maar later in zijn leven maakt hij steeds dingen mee die hem weer terugbrengen naar dat moment. Harry Mulisch heeft in De Aanslag laten zien hoe de Tweede Wereldoorlog in Nederland nog een halve eeuw na de bevrijding voortduurde. Hoe het ook zij, het is maar de vraag of Mulisch erin is geslaagd met De Aanslag een meeslepend boek te schrijven. De Aanslag is een verhaal met een gemiddeld leesniveau met een duidelijke, dieperliggende boodschap over hoe de oorlog na de oorlog nog steeds verder leeft. Wat zich een beetje voortsleept, maar ondanks dat toch prima te lezen is. Rasha Peper's zevende roman heet Vingers van Marsepein, omdat de uitgever de door haar verzonnen titel De Roze Vingers van de Dood afkeurde. Het verhaal speelt zich af 300 jaar geleden in Amsterdam. Brechtje is een meisje van 10 jaar die haar familie verliest tijdens een epidemie. Ze komt terecht in het huis van haar oom, Frederik Ruys, een beroemde anatoom. Daar raakt ze gefascineerd door zijn preparaten. Niet alleen zijn collectie foetussen is indrukwekkend, maar ze is ook erg onder de indruk van de neushoorn die op dat moment wordt opgezet. Ruys heeft een speciale techniek ontwikkeld waardoor de preparaten er levendig uitzien. Maar de concurrentie probeert zijn geheimen te ontrafelen. In het andere deel van het boek, drie eeuwen later, komt ook Ben onder de indruk van de preparaten van Ruys. Tijdens een reis met zijn vader naar Sint-Petersburg, waar de collectie bewaard wordt. Als twee aparte verhalen zouden de twee jeugdportretten wellicht meer indruk maken dan opzichtig omstrengeld zoals nu. Dit is een roman met twee verhaallijnen die parallel naast elkaar lopen. Afwisselend wordt het verhaal verteld van Ben en dan weer van Brechtje. De bedoeling is duidelijk om een link tussen de twee verhalen te laten zien. Erg goed is dat niet gelukt, omdat de verbanden erg zwak zijn en de verhalen nogal op zichzelf staan. Enerzijds is het verhaal over het werk van Ruys, gezien door de ogen van Brechtje. En dit gedeelte van het boek is zonder meer geslaagd. Maar het hedendaagse verhaal gezien door de ogen van Ben is veel minder interessant. Iemands passie beschrijven, daar is Peper goed in. Ruys en ook Brechtje zijn totaal gefascineerd door de anatomie en later raakt Ben bevangen door diezelfde passie. Passie blijkt hun enige houvast te zijn. Hoe ze daarmee omgaan is een boeiend aspect in Pepers roman. Ruys schrijft heel boeiend, haar enthousiasme werkt aanstekelijk, zoals sommige dingen nu eenmaal zo luguber zijn dat je er wel naar moet kijken. Zo is Vingers van Marsepein dusdanig spannend dat de lezer net zo min wil blijven lezen. Het resultaat is een meeslepend boek vol smeuïge details over het 17e eeuwse Amsterdam en het leven van een gerespecteerd wetenschapper. Het leesniveau van dit boek is gemiddeld. Ik ben Noah. Ik ben Jaël. Oh nee. Van de mis. We zijn hier echt goed in. Ik maak het niet wel. Ja, hier. Oké. Stop. Welkom in ons vlogboek. Dit is een roman met twee verhaallijnen die parallel. Wow. Parallel. Parallel, zei ik. Parallel. Ja. Dat is niet goed. Oké. Dat zich een beetje voortsleept, maar ondanks dat tot. Het klopt. Zo goed. Nee. Ja. Opnieuw. Alles opnieuw.